In mijn les probeer ik altijd de mensen hun grenzen te laten opzoeken. Vechtsporten is een hele zware sport. Het energielevel wat je daarmee behaalt, ja, daarmee stijg je boven jezelf. Iemand die zegt, van, ja, ik vind het wel leuk om aan mijn conditie te werken of aan mijn fitheid, maar ik hoef nooit in de boxring te staan. Ja, dat is toch ook goed? Dat is voor mij een hele belangrijke doelgroep. Als ik bij clubs kom, dan zie ik heel erg gepassioneerde mensen die staan voor hetgene wat ze doen. Pedagogisch en maatschappelijk heel goed bezig zijn met jeugd en jongeren. Alleen in Den Haag hebben we weinig of geen contact gehad met vechtsportorganisaties die niet aangesloten waren bij NOC-NSF. Krav Maga, kickbox, thaibox. En daardoor de afgelopen jaren geen ondersteuning van de gemeente Den Haag hebben gehad. In mijn optiek zien de vechtsportclubs zelf ook in van ja, als we iets willen, dan moeten we dat ook op een goede manier doen. En dan moeten we beginnen bij het fundament, de basis. MMA gedaan, kickboksen gedaan, wat wedstrijdjes ook gedaan. Vertaling van, hey, hoe kun jij nou dingen die je in de gym hebt geleerd ook opvoedkundig neerzetten? Daar gaan we het vandaag over hebben. Op het moment dat het vraag is... Echt een ervaring om voor het eerst in al die jaren zo met andere clubs op mijn mat hier te zitten. Ja, ik vond dat fantastisch. Ja, dit is een idee, hè? Dit kan. Ja, wij hebben ervoor gekozen in gemeente Den Haag om volledig in te zetten op een label en een keurmerk. Het label Veilig Verantwoord Vechtsporten van het NIVM en het keurmerk Vechtsportautoriteit. Nou, ik ben procesbegeleider binnen dat certificeringstraject, het kwaliteitstraject Open Vechtsportclubs. Ja, het is best wel een administratief proces. Het is best wel een waslijst en toen ik er voor het eerst naar keek dacht ik, jeetje, waar beginnen we aan? Maar eigenlijk als je het gewoon puntsgewijs afwerkt, ja, is het gewoon heel goed te doen. Ze hebben in ieder geval nu wat middelen ingezet waarbij ze serieus mee omgaan om de sport in Den Haag op een hoger niveau te brengen. Ja, ik zag gewoon weer een kans om de sport aan zich op een positieve manier naar buiten te brengen. Het traject wat wij aanbieden aan vechtsportclubs, dat heet met name het kwaliteitstraject Open Vechtsportclubs. We hebben de sportschool anders ingericht, professioneler. Ik ben meer op bepaalde dingen gaan letten. Dus ik moet eerlijk bekennen dat vechtsportautoriteit, dat ik daardoor wel anders naar dingen ben gaan kijken. Nu hebben ze mij als direct contact. En ik kan heel snel schakelen met de gemeente. Ja, en dan is het, dan merk ik ook, gewoon ook met name omdat er nu focus is op dit project, ja, dat er heel pragmatisch en heel snel geschakeld kan worden. Nou, het label richt zich echt op een positieve uitstraling vanuit de club. Dus je weet zeker dat ze EHBO hebben gevolgd, dat er een VOG is aangevraagd. Wat zijn de huis- en gedragsregels? Is er überhaupt over nagedacht? Het keurmerk is eigenlijk een verdieping. Degene die voor de groep staat, dat die ook gewoon gediplomeerd is. Dat de accommodatie aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Dat er tot een bepaalde leeftijd niet naar het hoofd wordt geslagen of geschopt. Maar we zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het uitdragen van onze sport op een zo positief mogelijke manier. En wij weten als gemeente eigenlijk dat we zaken doen met organisaties die betrouwbaar zijn en die het beste voor hebben voor de Haagse sporter. Het mooie is dat gemeente Den Haag nu ook inziet dat die groei en die ontwikkeling er ook echt ontstaat. En dat de clubs ook heel graag willen. En daarnaast hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk de kosten die voor het label en keurmerk naar voren komen, om dat zoveel mogelijk te gaan betalen vanuit gemeente Den Haag. Ik denk dat het daardoor echt het vechtsport uit het negatieve daglicht weg kan halen. Daardoor de professionaliteit in onze sport naar een hoger niveau wordt gebracht. Dus ja, vraag je mij, zeg ik van ja, we zijn op de goede weg. Degene die niet de goede intenties heeft, die valt dan buiten de boot. Vechtsporten zijn hartstikke populair en hebben natuurlijk een heel positief effect op de ontwikkeling van onze jongeren en op onze volwassenen. En het is daarom extra belangrijk dat we die vechtsporten en de diversiteit daarvan ook
erkennen en dat de uitvoering van die sporten in een betrouwbare omgeving gebeurt. Nou ja, en op deze manier willen we alle vechtsportorganisaties in Den Haag oproepen om je dus aan te melden en uiteindelijk dat label en het keurmerk te behalen. Vechtsport heeft mij gebracht waar ik vandaag de dag sta. Om vechtsport positief naar buiten te brengen. Nou, dat is mijn boodschap.